Ja, Kelly Dulfer, terug van het WK. Ja, wat een gekkenhuis hier op Schiphol. Hè? Hadden jullie dit verwacht? Nee, van tevoren niet. Helemaal niet. En superleuk om zo ontvangen te worden. Ja, het is echt een gekte geweest in Nederland. Iedereen is ineens handbalgek. Kregen jullie dat een beetje mee? Ja, via de social media, Facebook, alles na de wedstrijd ontplofte de telefoon. Maar dat het zo erg leefde, dat is er eigenlijk niet. Ja, hoe heb jij het toernooi ervaren? Ja, super. Ja, alles viel op zijn plek. De finale is jammer, maar uiteindelijk mogen we echt super trots zijn met de zilver op plak. Ja, het is zilver met een dikke gouden rand, hè? Ja, een hele dikke gouden rand, ja. Wanneer besefte je dat dat toch goed was? Want na afloop zaten jullie helemaal stuk, hè? En zagen jullie er wel heel erg teleurgesteld uit. Ja, je gaat de finale natuurlijk altijd in om te winnen. En als je hem dan verliest en ook een beetje de manier waarop, de eerste helft was natuurlijk niet zo goed. Ja, dat verdienden we gewoon niet na zo'n goed toernooi. En nou ja, achteraf na een uurtje of zo, als de prijsuitreiking begint, dan denk je toch wel, ja, we hebben het wel heel goed gedaan met z'n allen. Ja, hoe is de avond verder geweest in Denemarken? Gezellig, heel gezellig, ja. Nog even de stad in geweest, drankje gedaan, ja. Ja, wanneer was bij jou het besef van, hey, we kunnen wel eens hele ogen ogen gaan gooien bij dit toernooi? Ja, van tevoren dachten we al van, ja, het zit goed en we weten wat we kunnen. En toen we eerst werden in de pool, dan heb je natuurlijk een gunstige loting en nou ja, daarna ging alles vanzelf eigenlijk. Ja, en dit smaakt nu naar meer volgend jaar, Olympische Spelen, Rio. Hoe Rio is te denken dat jullie daar ook een hele mooie medaille gaan halen en terugkeren met zo'n mooi ding wat je om hebt? Ja, ik hoop het wel. Ja, eerst natuurlijk het OKT, maar omdat we nu de finale hebben gehaald, hebben we een hele goede loting. Dus we gaan ervan uit. We gaan alles aan doen om naar het Olympische Spelen te gaan en dan natuurlijk gaan we weer voor zo'n medaille. Je bent zo trots als een pauw. Je hebt ook je medaille om. Wat ga je ermee doen? Heel mooi plekje geven. Heel mooi plekje geven, ja. En nu genieten van het feest hier op Schiphol? Ja, nog even genieten. En, mijn ouders en mijn familie zijn nog onderweg. Maar mijn oom en tante en mijn oma staan nu hier te wachten. Dus, plezier. Ja, dankjewel.